Voorzitter, we zijn vandaag weinig opgeschoten. De 20.000 vermorzelde gezinnen zijn nog steeds niet gecompenseerd en ook alle andere problemen zijn niet opgelost. Het land zit op slot, het kabinet heeft grote fouten gemaakt en het einde is niet in zicht. En ik hoop maar dat onze oproep om nu eens hard aan het werk te gaan en te stoppen met deze politieke spelletjes ter harte zal worden genomen. Voor wat betreft het weghouden van alle ambtenaren vanwege die oekase kok, dank ik minister Ollengren natuurlijk voor de antwoorden. En de aanpassingen vanuit december op deze oekase kok. Maar ik denk toch dat we op korte termijn nog wel iets zouden kunnen verbeteren. En ik hoop dat de minister daar welwillend tegenover staat. Dus vandaar de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterend dat sinds de oekase kok ambtenaren een positie hebben gekregen die onwenselijk is. Overwegend dat de oekase kok in december 2020 door minister Ollengren al aanzienlijk is versoepeld. Overwegende dat het van belang is voor Kamerleden zowel van de oppositie als van de coalitie om direct contact te kunnen hebben met de ambtenaren. Overwegende dat het ook van belang is dat ambtenaren verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun werk, verzoekt de regering te onderzoeken of, en zo ja hoe, de positie van ambtenaren kan worden veranderd zodat er een betere balans ontstaat met betrekking tot bovenstaande overwegingen en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel.